Ik zie al dat ze 48 miljoen hebben uitgegeven als we dat op bedrag sorteren. Nee! Hallo! Ik ben Tim en dit is Snijbo naast Hallo. Mij. Wij zijn twee hele goede vrienden en wij maken samen... wij maken samen een podcast... Over de Eredivisie, dat is de derde helft. En dat is elke zondagavond. Dan hebben we drie kwartier. Dan doen we dat een beetje aan de hand van sterke analyse en slappe humor. Ja, en dat doen we met onze vrienden Titus en Gijs. Dat is jouw broer ook, Gijs. Nou, niet mijn vriend. Maar die zijn hier nu niet, want wij hadden een ander leuk idee wat we graag uit wilden werken. Zeker. Wij zijn namelijk allebei verslaafd aan het spel Voetbalmanager. Dat is een van de realistische, meest realistische spellen op voetbalgebied, denk ik. En verslavender dan cocaïne. Dat spel dat is gewoon geniaal. En dat hoef ik niet uit te leggen aan de mensen die het kennen. En aan de mensen die het niet kennen ga ik het niet uitleggen. Mm-hmm. Maar we gaan wel uitleggen wat we gaan doen. Want wij willen elke week eigenlijk een voetbalmanager filmpje maken. Voor op YouTube. Nou, wij willen de toekomst voorspellen. Mm-hmm. Maar dan... een soort maar dat staat hier los van. Ja, maar dat is heel moeilijk. Dus maken we ook voetbalmanager filmpjes. Nee, wat we willen doen is dat we eigenlijk een blik in de toekomst willen werpen. Maar dan de realiteit een beetje aanpassen. Ja. Want met de in-game editor heet dat. Dat is een programmaatje. Kan je alle statistieken in het spel naar hartelust aanpassen. En we willen eigenlijk elke week een soort challenge opdracht uitvoeren. Om te kijken wat dat doet met de toekomst van het spel. En dus met de toekomst van het voetbal. Je kan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, Cambuur en De Graafschap allebei 100 miljoen geven. Mm-hmm. Omdat ze niet gepromoveerd zijn naar de Eredivisie. Je kan bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo bij Barcelona neerzetten. Mm-hmm. En kijken hoe die het daar zou hebben gedaan. Ja. Crescencio Somerville kan je 2,20 meter 20 maken. Mm. Omdat je zou willen weten hoe hij het doet in het lichaam van Jan Koller, bijvoorbeeld. Ik vond je eerste idee het leukst. Oké, nou dan gaan we dat doen. Top. Toch? Cambuur had moeten promoveren. De KNVB heeft zich misdragen. En zorgt ervoor dat dat wellicht niet gaat gebeuren. Wat is dan het enige redelijke wat je kan doen? Financiële compensatie. Ja. En zoals op je verjaardag krijg je van oma krijg je een enveloppie. Met 100 miljoen. Ja. Dus wij hebben Cambuur ook 100 miljoen gegeven. En dan gaan wij 3 jaren, losse jaren, vooruit kijken. Om te kijken wat Cambuur met dat geld doet. Ja, dus wat we gaan doen is we bekijken eerst even welke spelers ze gehaald hebben. Mm-hmm. In de allereerste transferperiode. Ja. We kijken dan even meteen daarna hoeveelste zijn ze geworden. Hè? Zijn ze al meteen gepromoveerd? De ja of de nee. Mm-hmm. Daarna gaan we dat doen we eigenlijk ook voor het tweede en het derde jaar. Ja. En daarna gaan we even een blik werpen op de technische staf. Ja, dus even kijken hoe de club er dan bij hangt. Laten we gewoon gaan kijken. We gaan kijken naar het eerste seizoen. Nou oké, we zijn aanbeland bij de transfers van het seizoen 2019-2020. Je moet je voorstellen, Henk de Jong die heeft een koffertje gevonden met 100 miljoen. Ja. Wat heeft hij ermee gedaan? Nee, Gudde heeft hij gebracht. Hè? Die heeft hem aan hem gegeven. Ja. Wat doet Henk de Jong in dat eerste seizoen? En je moet je dan voorstellen, Cambuur heeft heel veel geld, maar het blijft wel Cambuur. Dus niet iedereen wil daarheen. Uh-huh. Dus dan kom je dus terecht bij mensen als Kevin Jansen. Maar Kevin Jansen is inmiddels gestopt met voetballen. Dus, want dat kan je dus zien doordat je niet op hem kan klikken. Ja, hij heeft geen informatie, we kunnen niet doorklikken op hem. Op wie we wel door kunnen klikken, is Douglas. Die kennen we nog. Is kampioen geworden met Twente, daarna omzwerving overal gemaakt. Uh-huh. En toen hij die 100 miljoen kreeg, dacht Henk de Jong dus... Dit is the biggest disgrace of voetbal. Dit is de grootste schande in de Nederlandse voetballerij. Huh? Ik wil wel weten hoeveel hij verdient eigenlijk dan. Ja, doen. Dat is goed. Ben wel benieuwd. Wat denk je? Meer dan een miljoen? Nee, 8 ton denk ik. 8 ton? Ja. Oké, dus 4 ton moet je... Nee, hij heeft een paspoort. Hij mag verdienen wat hij wil. Hij mag voor 20k op de loonlijst staan. Hij staat er van 1,17 miljoen op. Ja, dan moet je even met de pijl naartoe, zodat de kijkers die dat niet weten... Dus 1,17 miljoen per jaar zie je hier. Dat is netto ook niet veel, hè. Je levert toch een hoop in dit land, dat snap ik dat wel, hè. Ja, hij staat gewoon bij de voedselbank. Ja. Nou, hij kan wel eten waarschijnlijk. Ja, ik ben hier niet van onder de indruk. Ik denk niet dat ze hiermee gepromoveerd zijn. Wat denk jij? Nee, dus wat we nu gaan doen is we gaan kijken hoeveel ze zijn geworden dat jaar. Wat is jouw voorspelling? Wat denk je? Ik denk derde. Ze zijn derde geworden met... Nee. Met die ze waren toch al best prima. Ja, dat is misschien wel waar. Ik denk dat ze de play-offs niet hebben gehaald. Wat denk jij? Nee, maar ik denk echt dat ze gewoon middenmoot zijn geëindigd. 7e, 8e en dat is het dan. Dus we gaan naar het seizoen 2019-2020. Ze zijn 4e geworden, maar ze zijn niet gepromoveerd. Dus dan durf ik nu al wel te zeggen dat ze het jaar erop promoveren. Ja, dat denk ik ook. Want dan gaan ze echt big... Dan is ook het word die goes around. Iedereen weet, dat Cambuur gewoon geld. En die geef ik je. Oké, we gaan naar het seizoen 2020-2021. Cambuur heeft weinig van die 100 miljoen uitgegeven. Maar dit... Namelijk nul. Nou, ze hebben een miljoen aan Douglas gegeven. Ja, aan loon. Okay. Dus nu moet het gebeuren.
Ja, en het gebeurt hoor. Ze hebben 18 miljoen hebben ze uitgegeven. Dat zie je hier. Ga maar met die muis. Hier 18 miljoen in totaal. En dan even kijken. De duurste. Dit zijn wel aankopen hoor. Ja. Kikpiri van Ajax. Na één seizoen Ajax kiest hij meteen zijn hel in Leeuwarden. Ja, en die staat, dat zie je hier, ook voor ruim 1 miljoen op de loonlijst. Daar heb je meteen de reden dat hij daarheen is gegaan waarschijnlijk. Ja. Nou, Per Koopmeiners van AZ, dat is het broertje van. Die verdient meer dan Kikpiri nog. Maar het is wel een goede voetballer. Ja, ik vind dit leuke aankoop eigenlijk. Lassina Traoré is ook wel echt een leuke aankoop. 1,6 miljoen op de lijst. Hij stond op het punt van doorbreken bij Ajax. Dus Henk de Jong belt op Lassina. The biggest disgrace in Dutch voetbal. You have to help me. Ja, come here. Come. En Lassina, ja, die komt natuurlijk. Nou, voor de rest is het allemaal een beetje jeugdspelers. En Karami van Vitesse, daar word ik ook niet warm van. Maar dat bovenste lijstje. Ik zeg dat ze tweede zijn geworden en gepromoveerd. Nee, ik denk gewoon eerste. Ja? Ik denk dat Lassina er gewoon 20 in heeft gejaagd in de keukenkampioen. Eerste! Kampioen! Zie je, maar het waren gewoon goede aankopen van hem, jong. Ja, ja. Ik ben echt zeer benieuwd hoe ze het gedaan hebben in de Eredivisie, want... Hij had nog zoveel geld over, Tim. Ja, nou, en nu gaat hij echt de knip trekken. Ze zijn dus kampioen geworden in het seizoen 2020-2021. Het laatste seizoen wat we gesimuleerd hebben is 2021-2022. Ja. Wie wordt de topaankoop? Brian Linssen. Ik zat te denken aan Chain Nunnally van Willem II. Oh, ja. Nou, let's go. Laten we kijken. Ik zie al dat ze 48 miljoen hebben uitgegeven als we dat op bedrag sorteren. Wow! Nee! Holy we zien shit. Hier Mohamed Iataren. Of Iataren. Ik vergeet het omdat ik zo in de war ben. Hij verhuist naar Leeuwarden, dames en heren, voor 16 miljoen ruim. Oh, geef Cambuur die 100 international, miljoen. Dat zie je. Hij is al international, dus een wonderkind. Hij is nog maar 20 jaar en Mohamed Iataren speelt voor Cambuur Leeuwarden, dames en heren. Omdat Henk de Jong zo'n ontzettende people manager is. Mo, kom even lekker. Dit is het project. Je wil hier onderdeel van zijn. En toen is hij in die Audi, wat is dat, die BMW van die Mercedes van 2 ton... Is hij naar Henk toegereden? Oh, ja, ik vind dit ongelofelijk. Maak het lijstje even af. Maar weet je, ik zie alleen maar spelers uit de Eredivisie bijna. Ja, maar dat is toch dat getuige van heel gaaf. Uitstekend beleid. Karel Eiting, de professor op het middenveld, die heeft een uitstekende klik met Kikpiri. Dat heeft hij gewoon goed gezien. Henk, jongen, is de professor. Ah, dit is dat wonderkind die van AZ naar Dortmund ging, Manuel Ferrai. Dat is een... ik heb in het echt heb ik hoge verwachtingen van hem. Ja? En dan snap ik de stap naar Cambuur natuurlijk ook. Maar ook Benjamin van Leer bijvoorbeeld is gewoon, heb ik altijd een degelijke Eredivisie. Maar laten we even het lijstje afmaken, want er staan hier spelers tussen. Je hebt dus Benjamin van Leer op goal, maar ook teruggehaald. Lucas Bijker. Kind van de club. Fred Friday wordt van de Graafschap gehaald. De pinch hitter. Ja. Brahim Darri. Nou, dat is een blind paard. Kijk, en dan heb je ook, want we hebben hier heel veel talenten gezien. Dan heb je een beetje ervaring nodig. Dat weet Henk hoor. Dan haal je gewoon Jan Schari nog even op. Ja, daar word je niet warm van, hè? Maar dat is wel goed voor in de kleedkamer. Jawel. En Ola John. Want dit is vrij veilig allemaal. Mm-hmm. Deze jongens luisteren al op de training, hè? Je hebt er ook eentje nodig, die zet het allemaal even op scherp. Nou, Iataren luistert toch niet? Jawel. Ja? Dat is wel echt een voorbeeldprof, toch? Dan haal je gewoon Ola John. Die zet je voor 1 miljoen op de loonlijst. Doe je helemaal niet moeilijk over. Die heeft net zoveel interlands als Iataren. Verschrikkelijk. Ja, hoeveel zijn ze geworden in de Eredivisie? Ja, met deze selectie. Dit is toch gewoon echt een goede middenmotor. Ik denk dat ze gewoon het eerste jaar dat ze achtste zijn geworden. Ja, ik had letterlijk achtste in mijn hoofd. Oké, dan zijn ze dus achtste geworden. Ja. We gaan dus kijken naar het seizoen 2021-2022. Cambuur is voor het eerst in de Eredivisie. Ja, en wordt zesde. Ja, natuurlijk worden ze zesde. Fantastisch. Ze zijn net Europees voetbal misgelopen. Ze hebben 56 punten gehaald, Snijboon. Dat is uitstekend, hè? Maar kunnen we dan alvast concluderen dat ze Cambuur gewoon die 100 miljoen moeten geven? Sowieso. Dit wil toch iedereen meemaken? En ze verdienen het ook, hè? Ja, natuurlijk. Cambuur komt eraan. Het was de biggest disgrace. Dus kijk, dit gebeurt er als je ze gewoon goed behandelt. Ja. We gaan even kijken naar de selectie. Het meeste waard is... Dat is sowieso Mo. Ja. Iataren. Nee, zie je, we hebben alles gewoon gehad, hoor. Ja. Oh, Daley Sinkgraaf zie ik daar nog tussen staan, zeg. Oh. Wat ontzettend leuk, maar hij is natuurlijk geblesseerd, uiteraard. Ja. Maar dit wisten we allemaal wel. Ja. Maar ik zou wel even op een rijtje willen zien wat er dan nu verdiend wordt in die selectie. Uitstekend. Oh, dit is zoveel geld. Ja, maar hoe heeft Henk de Jong Iataren gehaald met 8 ton salaris? Waar ik ook benieuwd naar ben, ja. Wie werken er nu allemaal? Want met 100 miljoen verwacht je ook dat trainers gilde binnen de club een redelijke upgrade heeft gehad. Ja. Denk je dat Henk de Jong er nog zit? Ja.
Jij denkt Henk de Jong, die ja, heeft want het hij heeft het gewoon uitstekend. Ja, hij heeft het wel goed gedaan. Of hij is weggekaapt door Real Madrid. Maar ja, maar geld, hè, daar gaan mensen echt raar van doen hoor. Oké, we gaan kijken. Alle staf. Nee. Nee, het is Marinus Dijkhuizen. Marinus Dijkhuizen is de trainer, oké. Okay. Oh. En Sander van der Heijden is en een assistent. Hans van Dijkhuizen is zijn broer, die heeft een andere achternaam, maar die is hoofdscouting. En Ruud Brood is manager onder 19. Dat vind ik goed. Ja. Dat vind ik een goede onder 19 coach. Maar zou het dan echt zo zijn dat Henk de Jong... Die heeft een transfer gemaakt, toch? Die is gewoon weggegaan. We gaan even zoeken naar Henk de Jong. Ja, natuurlijk. Henk de Jong heeft promotie gemaakt naar AZ. Dat gun je hem, hè? Ja, natuurlijk. Dit verhaal kent alleen maar winnaars. Ja, dit moet de KNVB dus doen. Ja. Jij wilde even zien... Wat wilde je zien? Nee, even de stats van Henk de Jong. De stats. Kijk. Hij heeft people management 16. Je kan toch ook zien welke talen hij spreekt, of niet? Ja, dat is mijn informatie. Maar wat mij vooral opviel is dat hij tactische kennis heeft, die 10. Dat vind ik hoog. Ja, want hij is echt een people manager natuurlijk. Ja, zeker. Hebben we al uitgelegd dat 20 het hoogst is? Ja, dat weten de mensen wel. Ja, spreekt vloeiend Nederlands. Nou, ja. Dat trek ik al in twijfel. Ja, basiskennis Engels, dat weten we. Dat kort. Trek ik ook in twijfel. Nee. The biggest disgrace. Ja, oké. En basiskennis in Duits. Ja, dat is logisch, hè. Hij heeft lang bij de Graafschap gewerkt. Resumé? Ik had eerlijk gezegd echt niet verwacht dat Iatare naar Cambuur zou gaan. Je geeft 100 miljoen aan Cambuur. Ze gaan er gewoon echt hartstikke verstandig mee om. Nederlandse talenten. Ja, tuurlijk wat meer loon, maar dat hoort er ook bij als je 100 miljoen hebt. Ze hebben Henk de Jong een paar jaar in het zadel laten zitten, totdat hij gewoon promotie heeft gemaakt. En halen clubico Marinus Dijkhuizen terug. Kunnen wij de KNVB hier een advies meegeven? Lieve KNVB, jullie hebben gezien wat er gebeurt als we Cambuur 100 miljoen geven. Het is alleen maar mooie dingen gebeuren er. Geef Cambuur waar het recht op heeft. En je zult zien dat er mooie dingen gebeuren in het noorden. En Cambuur komt eraan. Ik vond het leuk. Ik ook. Ik denk niet dat de mensen het leuk vonden, maar dat maakt niet uit. Dan gaan we gewoon zwaaien. Je maakt het voor jezelf. Tot de volgende keer. Dag. Subscribe.